Voorzitter, ik spreek de heer Vermeer echt even aan op zijn verantwoordelijkheid als lid van een regeringspartij. Want toen de afgelopen zomer vragen kreeg over steun aan Oekraïne en Nord Stream, en daarbij zei er moeten we nog naar gaan kijken, en mevrouw Van der Plas zei er ook iets over, dan werd dat in de Russische media meteen neergezet als kijk, Nederland is aan het twijfelen aan de steun aan Oekraïne. En zeggen dat wat Israël in Gaza doet hetzelfde is als wat Israël of wat Oekraïne in Rusland nu doet met de incursie in Koersk. Dat is precies wat het Kremlin vertelt. Dat is precies waarvan ze willen dat de rest van de wereld het gelooft. In Oekraïne zijn inmiddels honderdduizenden mensen om het leven gekomen. De Russen bombarderen nog aan de lopende band. Ziekenhuizen, scholen. Er is een verschrikkelijke terreuraanslag geweest in Israël. Bijna een jaar geleden. Maar er zijn inmiddels bijna 40.000 Palestijnen daar om het leven gekomen. De VN, de Europese Unie, wijzen continu op schendingen van het internationaal recht daar. Dat wordt niet gezegd over Oekraïne. Als we die vergelijking gaan maken, dan helpt u echt precies aan de praatlijn van het Kremlin. De heer Vermeer. Ja, voorzitter. Dat trucje om ons proberen ergens op deze manier aan Rusland te koppelen, dat vind ik gewoon walgelijk. En daar neem ik ook afstand van. Want dat heeft totaal niets te maken met wat ik hier te bedden breng. Mevrouw Piri. Ja, voorzitter. Ik hoopte eigenlijk dat de heer Vermeer eigenlijk zijn woorden weer zou corrigeren. En daar afstand van zou nemen. Als we kijken naar, kan de heer Vermeer mij dan uitleggen hoe Oekraïne burgerslachtoffers maakt in Rusland? Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Want dat is precies de vergelijking die hij net trok. 40.000 doden. Duidelijk wat de oorzaak is. Namelijk bombardementen, beschietingen vanuit Israël in Gaza. Hoeveel doden zijn er dan aan burgerslachtoffers gevallen door Oekraïne in Rusland? De heer Vermeer. Voorzitter, ik maakte niet het vergelijk met het aantal burgerslachtoffers. Totaal niet. U kunt de handelingen daarop nakijken. Ik maakte hier het vergelijk dat je om de soevereiniteit van je eigen land en het bestaansrecht van je eigen land te verdedigen, dat je daardoor acties in een ander land uitvoert op dat moment. En zoals ik al eerder aangaf, komen die burgerslachtoffers in Gaza doordat Hamas de burgers als een schild gebruikt voor haar terroristische acties. En dat is dus, u probeert mij woorden in de mond te leggen die ik gewoon niet gezegd heb en waar ik ook niet achter sta. Dus dat is, daar hoef ik niks op te corrigeren, want ik heb het ook niet gezegd. Maar meneer Vermeer, ja, dan moet u mij toch uitleggen hoe het dan zit. Kijk, het zegt al genoeg, hè? De gezichtsuitdrukkingen toen u het zei. Ik ben niet de enige die het zo heeft opgevat. Maar als het niet zo was bedoeld, hartstikke fijn. Want volgens mij is het een hele kromme vergelijking. Maar het enorm verschil natuurlijk wat Oekraïne doet, is op haar eigen grondgebied, gewoon Oekraïne, waar een illegale inval is van een ander land, het recht de grenzen beschermen. Dat is toch iets totaal anders wat Israël doet. Dat gezegd hebben, dan heb ik toch een vraag. Als het gaat om de internationale rechtsorde. We zien dat de inzet van de regering in New York is ook het beschermen van die internationale rechtsorde. Dan zijn we als Nederland gastland. Onder andere het internationaal strafhof, internationaal gerechtshof. Als je kijkt naar uitspraken afgelopen maanden. Half jaar geleden al, risico op genocide, zegt het internationaal gerechtshof in Gaza. Meteen opgeroepen voor een staakt het vuren. Deze zomer een internationaal gerechtshof wat zegt illegale annexatie. Er sprake van rassenscheiding, van apartheid op de, door Israël in de Palestijnse gebieden. Vindt de BBB dan, als je die uitspraken hoort van de allerhoogste internationale gerechtshoven, dat dat moet leiden tot consequenties van Nederland? De heer Vermeer. Nou, voorzitter, ik denk dat de Israëlische regering daarop aangesproken mag worden. En volgens mij gebeurt dat ook, zowel internationaal als nationaal. We hebben vorige week zijn we ook op bezoek geweest bij de ambassadeur van Israël. En hebben we ons ook uitgesproken over de gewelddadige acties van kolonisten op de Westoever. En wij vinden dat je en een land kan steunen in het verdedigen van haar bestaansrecht. En daarnaast ook gewoon zeer kritisch mag zijn en harde woorden mag spreken over ja, zaken die niet kloppen. Die niet kloppen met het internationaal recht, niet kloppen met hoe je normaal met elkaar omgaat. En die niet kloppen als, ja, als een land ver over de schreef gaat bij bepaalde acties. Maar ja, dat wil ik er eigenlijk van zeggen.
Dan hoor ik graag welke harde woorden de BBB vindt dat er gesproken moet worden tegen Israël en waar Israël ver over de scheef gaat, zoals de heer Vermeer net zei. De heer Vermeer. Nou, we hebben bijvoorbeeld gehad over de acties van kolonisten in Palestijns gebied. We hebben daar als antwoord op gekregen dat Israël ook haar eigen juridische procedures daarvoor heeft en dat die mensen daar op aangepakt worden, de daders van die gewelddadige acties. Nou, dat moeten wij heel nauw volgen, wat daarvan terechtkomt. En wij zullen daar ook kritisch op zijn en hebben dat ook duidelijk uitgesproken. En voor de rest, zoals u ook zegt, van ja, het dreigt genocide. Ja, op het moment dat er vastgesteld wordt dat het echt genocide is, dan komen we volgens ons toch weer in een nieuwe situatie. En dan zullen we het daar op dat moment over moeten hebben. Maar daar ga ik nu niet op vooruitlopen bij als dan. Goed.